nog maar 4 kandidaten in een spel. Ze maakt zich klaar voor vertrek, avontuur, spanning en sensatie. De finale is al bijna in zicht. Welkom bij de finale van Wie is de Beer? En volgende week is de ontknoping. Welkom bij de laatste opdracht. Kandidaten, welkom bij jullie laatste opdracht. Jullie gaan darten. Maar dat doen jullie zelf niet. Jullie moeten een dartautootje besturen. Iedere kandidaat mag 3 dartpijlen gooien. En het aantal punten waar die dartpijl belandt is keer 10 euro in de pot. Dus bijvoorbeeld belandt hij in 19, is dat 190 euro in de pot. Maar belandt hij in de triple 19... Dat is 3 keer 19, komt er 570 euro in de pot. Wees op jullie hoede. Hallo kandidaten. Hier komt straks jullie dartpijlen met jullie dartautootje binnengereden. En die komt nu binnengereden. Wie zou als eerste willen darten? Kees, jij als eerste? Ja, is goed. Oké, Kees, you are ready? Ja. 20 euro. Oké, Kees, ben je klaar voor de volgende? Ja. 3, 2, 1. Dat is niks. Oké, Kees, je haalt de pijl. Dat is een dubbel 8. Dus dat is een dubbel 4. 8 punten keer 10 is 80 euro. 100 euro door Kees erbij. Oké, Libby. Succes. Ja. 3, 2. En 120 euro erbij door Libby. Oké, Speranza, ben jij er klaar voor? Nee, misschien. Oké, gooi maar. Mag ik ze ook alle 3 achter elkaar gooien? Natuurlijk, Speranza, dat mag. 3, 2, 1. Vuur maar hoor. Vuur. Ja, die zijn mooi mis. 70 euro door Speranza erbij. Oké, Wopke. Jij bent aan de beurt. En schieten
In 3, 2. 3, 2, 1, vuur. 3, 2, 1, vuur. 3, 2, 1, vuur. 200 euro erbij gegooid door Wopke. Maak jullie klaar voor de test en executie. De kandidaten hebben hun finale test aan het maken. Maar ze hebben één probleem. Nou ja, Libby Libelle heet het probleem. Die heeft haar joker niet ingezet. In de finale mag je geen troeven meer gebruiken. En wat de kandidaten ook niet weten, is degene die deze finale test het slecht maakt, zal nog het spel moeten verlaten. Hallo kandidaten, hoe was dit seizoen? Een topseizoen vind ik. Jullie hebben de finale test gemaakt. 30 vragen over de identiteit van de beer. Maar een van jullie zal hier alsnog afvallen. Kees. Gefeliciteerd, jij staat in de finale. Nou ja, de ontknoping. Libby. Gefeliciteerd, ook jij staat in de ontknoping. Wopke. Helaas, jij moet net voor de ontknoping afvallen. Wopke, je hebt alle opdrachten meegemaakt. Dus eigenlijk is het niet erg dat je afvalt. Ja, je kan niet meer meedoen voor het grote veld. Maar goed, het grote veld kan niet meer naar jou. Gaan we naar het afvallershotel. En dan zien we u volgende week bij de finale. Bij de ontknoping van wie is de peer. Aanstaande zaterdag. Om 6 uur is de ontknoping van wie is de peer.